allemaal, welkom bij Achter de Schermen. In deze aflevering maken we kennis met kunstenaar Lothar. Een heel bijzonder man, want het is pas nadat hij op pensioen ging dat hij zijn echte passie heeft ontdekt. Bronzen beelden maken, een echte autodidact dus. Zijn werken kan je bewonderen in de galerijen van Art Center Horus in Laren, Nederland, aan zee in Knokke of hier in het kunstenaarsdorp Sint Maartenslaten. Dag Ninja. Hey Celia. Ik zie dat je kersen hebt geplukt. Ja, inderdaad. Wat vind je van mijn kersen? Mooi. Ze zien eruit om in te bijten, maar dat doe je beter niet. Dat ga je niet doen, want ze zijn wel degelijk in brons gemaakt. Je zou dat niet zeggen, omdat ze zo blinken. Ja, daar zit een hoogwaardige lak op. Dat is eigenlijk te vergelijken zelf met een autolak. Voordeel, ze kunnen zelf buiten. Daar komt nooit iets aan. En kijk, we gaan er nu het kunstwerk compleet maken. Want dat zijn de losse kaarsen die je naar keuze twee paar, vijf paar nog bij kunt leggen. Dus voilà. Eigenlijk daagt de kunstenaar je uit om creatief te zijn. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Deze prachtige rode harten, die zijn zeker ook van Lothar? Ben je zeker dat het een hartje is? It looks like a heart is de titel. En dat is zo spannend bij Lothar, dat als we kijken naar alle vruchten die hij maakt, de peer, die big peer, elke vrucht geeft een erotisch tintje weer. En dat maakt het juist spannend. Wie is Lothar eigenlijk? Het is een autodidact. Hoe zou je hem omschrijven? Maar dat is typisch een autodidact. Dat is iemand dat ontstaat uit een passie. En dat zijn doorgaans en nu weer heel boeiende persoonlijkheden. En die maken gewoon heel boeiende en spannende dingen. Vandaar, deze creaties heb ik nooit eerder gezien. En het is zijn handelsmerk. Het is niet voor niks dat hij wereldwijd geprezen wordt als artiest. Dit is ook van Lothar. Het ziet er helemaal anders uit. Ja, dat klopt. Het is echt de brute versie, vandaar ook de oerbrons. Je moet rekenen, de gips hangt er nog aan. Dat is eigenlijk van de mal. Dus Lothar heeft eigenlijk op een heel subtiele manier de gips eraf gehaald. Maar toch dat er een deel blijft, waardoor dat je deze oervorm toch kunt zien. Dus hier heeft de artiest weer ingegrepen om toch een heel mooi beeld te scheppen. En vergis je niet, Lothar is iemand met zoveel drive. Hij heeft er ook nog een versie van, maar prachtig, volledig blinkend in zilver. Dus dit is ook weer een deel van zijn persoonlijkheid. Hij heeft het allemaal in zich. Ik ben echt wel benieuwd hoe dat hij dat allemaal maakt. En wat, Celia? Vraag het hem zelf? Dat ga ik doen. Als ik op het geluid afga, dan zou het hier moeten zijn. Altijd spannend. Lothar? Hallo. Hey. Druk bezig? Ja, leuk je te zien. Ja, ik ben druk bezig. Dit is, zijn de kersen. Daar ben ik met de voorbereiding bezig om die te patineren. Dus van de mooie rode kleur te voorzien. Nou, dit is mijn atelier. Hier gebeurt het allemaal? Hier gebeurt het allemaal. Dus vanaf het idee wat ik heb om een beeld te maken, wordt dan hier gecreëerd. Je werkt veel met fruit, vanwaar die fascinatie? 10 jaar geleden vroeg een vriend van mij van, kun je een appel voor me maken? Want ik maakte andere dingen in brons. Ik zei ja, waarom niet? Dus had ik het gemaakt, het was gauw gebeurd. Maar het probleem was de kleur. Hoe maak je dat zo echt mogelijk? Daar ben ik mee aan het stoeien geweest en mijn eigen recepten bedacht. En mijn vingers verbrand natuurlijk. Maar het is gelukt. Het is gelukt om in wezen elke kleur die ik wil, van appel of dat, om dat zo te patineren. Ja, ze zeggen wel eens, Lothar, je schildert met patien. Dat vind ik wel mijn uitdaging als kunstenaar. Maar je creëert natuurlijk niet alleen fruit, je maakt ook andere dingen, maar allemaal een beetje geïnspireerd op het dagelijkse leven. Dat klopt. Dingen die ik het dagelijks leven zie en wat ik leuk vind of me indruk op me maakt, dat sla ik op. En bijvoorbeeld hier heb ik een voorbeeld van, ik zat een keer op een vliegveld te wachten en dan zag ik mensen lopen met zo'n draadloos bellen en daar liepen ze zo en nou, en dit is dit beeld ontstaan. Dat sla ik dan op en dan ga ik het 3D in mijn hoofd ga ik het ontwerpen en als het klaar is dan maak ik het in was en dat is het dan. Meestal is het 1 op 1, precies wat ik in mijn kop had, zo ontstaat het ook. Brons is wel
het constante in je werk dan. Dat klopt, omdat ik dat zo begonnen ben. Van waar die voorliefde voor brons? Ja, ja. Ik ben een keer naar een gieterij geweest. En ik zei, dat was zeer fascinerend, het proces. Ik snapte er niks van, maar het was zo fascinerend. Nou, dat wil ik leren. Het is nogthans niet zo makkelijk materiaal, hè? Nee, het is, je moet echt een knokker zijn om brons te maken. Ik werk ook alles zelf af. Ik laat dat niet door de gieterijen doen. Dat doe ik allemaal zelf, want dan weet ik precies wat ik lever en moet kwaliteit zijn. Je werkt op een andere manier dan vele kunstenaars. Je vertrekt niet vanuit een tekening. Nee, dat klopt. Ik kan helemaal niet tekenen. Dus wat ik doe, ik ontwerp het beeld in wezen in mijn hoofd en ik kan het 3D ronddraaien. En tot het helemaal klaar is, zeg ik oké, nu is het klaar. Dan pas zet ik het om in was. Hier heb ik ook andere voorbeelden van een golfer. Die kop is er inmiddels af. Maar dit maak ik. Dit idee wat ik heb, wordt zo omgezet hierin. En daarna wordt het een mout van gemaakt en een brons omgezet. Dan moet het gepatineerd worden en dat gebeurt met zuren en een brander. En als hij klaar is, moet hij afkoelen, dan wordt hij weer in de was gesmeerd. En dan wordt hij gepoetst. Dan gaat hij een beetje glimmen. En dan gaat hij glimmen. Ja. En dan komt hij in de galerij terecht. Dan komt hij in de galerij terecht. Dan moet je hem afstaan. Vind je dat moeilijk? Om een werk af te staan? Nee, helemaal niet. Voor mij heb ik het gedaan. Ja. En het is klaar. En ik wil andere mensen blij maken met mijn werk. Dat is mijn insteek. Je ziet in mijn werk ook, ik maak geen sombere beelden. Ik wil dat mensen vrolijk van worden. Lothar, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, je bent mijn nieuwe assistente. Ja, ja, dan kan jij nu zelf patineren. Hier is de brander en hier is de patien. Oké. Okay. Nou, ga je gang. Iets meer patien pakken, hè? Ja. Dat gaat dan Lothar en Co zijn, dat erop komt. Leuk. Ik heb de indruk dat het hart echt begint te gloeien. Wordt een beetje heet, hè? Ja, het wordt heet. Moet even wachten, dan gaan we misschien even laten afkoelen. Dan gaan we even een assemblage doen van de sculptuur. Goed idee. Ik denk dat René Magritte ook een inspiratiebron is voor jou. Ja, zeker. Hij is mijn favoriete kunstenaar. En zoals je ziet, herken je zo'n bolhoed. Ja. En een groene appel. De appel. En dit is de sculptuur wat ik bedacht heb. Om hem te vereren, laat me het zo stellen. Ja. En die gaan we nu samen in elkaar zetten. Van wie zijn die schoenen? Ja, die zijn van mij. Die zijn al 30 jaar oud. 30 jaar? Ja. Die zien er nog goed uit. Ja. Maar jij bent zelf nog geen 30 jaar bezig met kunst. Nee. Eigenlijk ben je een beetje een laadbloeier. Ik ben een echte laadbloeier. Ik heb eerst voor IBM. Op vlak van kunst. Ja, ja. ik heb eerst voor IBM gewerkt, 37 jaar. En ik ben in 2003 met pensioen gegaan. En toen ben ik in wezen met kunst begonnen. Ik ben eerst in een gieterij gaan werken. Voor 6 maanden om het vak te leren, laat me zo stellen. Ja. En daarna ben ik zelf begonnen om beelden voor mezelf te maken. En zo is het in wezen gelopen en heel snel gegaan. Ja, ook weer een succesverhaal eigenlijk. Ja. Een tweede carrière. Tweede leven. Ja. Normaal ga je rusten, hè, als je pensioen gaat. Achter de geranium zeggen ze in Nederland, maar dat is niet zo. Dat is niet voor jou. Ik heb het nog drukker als voorheen. Voilà, een ode aan René Magritte. Ja, zeker. Mijn werk zit erop. Nou, dat denk ik niet, want je bent met het hart begonnen. Dat mag je wel afmaken, vind je niet? Een goed hart is goud waard. Of rood kan natuurlijk ook. Ik ben hier nog een tijdje bezig. Maar wil je nu zelf kennis maken met Lothar of zijn werken? Ga dan zeker eens langs in een van de galerijen van Art Center Horus. Heel graag tot de volgende Achter de Schermen.